Goedemorgen allemaal, ik ga nu op weg naar het mooie plaatsje Oosterbeek. Camera spullen, sportspullen, let's go! Oh, we gaan even lekker hardlopen. Altijd als ik in vergaderingen zat, dacht ik altijd, oh, ik wou dat ik wat meer kon bewegen. En er is één iemand die eigenlijk structureel zijn leven altijd veel sport. Veel mensen die beginnen en die houden weer op, maar hier staat die Thomas. Bewegen, hoe belangrijk is dat? Ja, toch wel heel belangrijk denk ik, om iedere week al een beweging te hebben. Om echt lekker te ontspannen, lekker in de natuur te zijn. Jij zei van, we gaan even door de modder heen, toch? Jazeker. Oké. Ja. We gaan even lekker lopen, 7 kilometer. Ja. Oh, lekker. Ik begin net op mijn koffer, ik heb katoen aan. Ja, je ziet het al. Hè. Jij ligt echt, jij ligt echt de pro. Maar ik ga zo meteen laten zien hoe ik eruit zie na 7 kilometer. Let's go. Kijk. Oh ja, hier, check. Ik heb schaatsen aan. Ja, Jelle. Katoen of niet. Oh, oké. Okay. We hebben net begonnen, hè? Jij wil met een trailrunner mee. Dan wil je naar de voeten, tot je knieën. Onder je knie. Je moet trouwens niks. Check je nou. Gewoon even voelen. Oh, maar dit is wel even, als je het hebt over aarde of zo, weet je wel. Je voelt me gewoon. Je voelt je voeten. Met de natuur. Alle warmte gaat waarschijnlijk naar mijn hart of zo. Nou, het allerbelangrijkste is dat het hier op mentaliteit aankomt. Oh, dat is echt heerlijk. Ik voel me echt goed. Ja, hij geeft aan van, kijk, ik sta hier nou met koude voeten, jij ook. Maar je mentale instelling is hier belangrijker als je fysieke toestand. Ja. Dus als je je laat leiden door je fysieke toestand, ga je nou niet verder hardlopen. Maar wij gaan gewoon nog 7 kilometer hardlopen met natte voeten. Ja, sowieso. 3 keer raden, wat voor dieren ze hier nog meer hebben. Je gaat het niet verwachten. Nou ja. Ik hoor je denken, honden, poezen, katten, konijnen. Pinguïns zou het honden zijn. Ja. Dus heb je gewoon. Waar zitten die dingen? Daar. Kamelen. Thomas die regelt alles als coach, jongen. Ja. Ja, wat je bent. Wat je eet. Komt de... Ja, je bent wat je eet, maar we hebben net over dat jij dus van die sporten bent, trailrunnen. Maar je bent ook coach. Nou, ben ik hier vandaag niet zozeer om gecoacht te worden, maar het is wel een soort coach-sessie. Ik kom mee. We leggen in ieder geval nieuwe grenzen voor ja. Dit zijn dus die uiterwaarden, zeg dat goed? Ja, de uiterwaarden met spoorbrug. Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog, slag om Arnhem. Ja. En dit was eigenlijk de route die de Britten eigenlijk in Arnhem brachten. Dus hier zijn echt... En ook heel veel Britten weer zijn teruggetrokken naar de perimeter. Om terug te kunnen trekken uiteindelijk de Rijn over. En dat is deze, dit viaduct. Dus hier zijn echt duizenden mensen, militairen, teruggetrokken. Ja, en materieel. Wow. Het is wel een challenge in jezelf. Telefoon uit je zak. Wat doe je nou moeilijk, jongen? Je krijgt gewoon over de brug. Maar echt waar, die natuur. Elke keer als je zoiets doet, het lijkt gewoon simpel, maar het is ook simpel. Maar je voelt gewoon zo'n power van. Heerlijk. Ik merk dus nu echt, lekker in de natuur, bewegen, met Thomas op pad, dat spelen, het spelende jongetje, weet je wel, wat je vaak een beetje kwijtraakt als je te serieus met het leven bezig bent, dat wakkert weer een beetje aan. Ik krijg zin om in dat tunneltje te gaan, ik wil water in, ik word echt een beetje zo'n... Eigenlijk zou je gewoon je shirt uit willen doen en in het water duiken. Ja, ik denk serieus dat we dat straks ook gaan doen. Oh. Ja, en ik zie ook drempels bij jou verdwijnen, want je stapt gewoon het water in en je denkt al niet meer na. Ja. Nou, Thomas, ik ben vandaag de hele dag met je mee op pad geweest. En dan komen we een beetje op het moment dat... Dat ik uit mijn comfortzone word gedrukt. Ja, want we zijn natuurlijk zo vaak door het water gelopen vandaag. Dat ik eigenlijk tegen jou zei van, ik wil echt helemaal dat water in. Ja, zeg maar, mijn lichaam schreeuwt erom. Nou, mijn lichaam dus wel. Die van Thomas iets minder. Mm-hmm. Maar ik heb best wel wat video's en wat trainingen trouwens ook van Wim Hof gezien en meegemaakt. Alleen het was voornamelijk koud onder de douche. Dus ik wil graag eventjes dit nieuwe jaar starten met koud in het water.
beetje aan mijn gezicht. Ik voel me een beetje zoals je vroeger naar het zwembad ging. Maar ik vond het wel echt een lekkere dag. En wat ik nou eigenlijk zo lekker aan vind, is dat ik echt wel een beetje in mijn gevoel zat vandaag. Dus met jou, hè? We zijn echt aan het sporten geweest. We hebben grenzen verlegd. We zijn in ijskoud water gegaan. We hebben gespeeld eigenlijk, hè. Gewoon lekker een beetje dat jongetje weer gevonden. En dan voel ik me echt helemaal lekker in mijn vel zitten. En dan lijkt het alsof ik even weer in mijn lichaam zak of zo. Maar dan moet je dus eigenlijk gewoon met dit soort dingen gewoon doen. Nou,